Het ministerie van LVV heeft in samenwerking met de FAO cassave raspermachines overhandigd aan meer dan 40 kleine cassaveverwerkers in het binnenland die allen begunstigden van het SAMAP-project zijn. Met deze activiteit heeft SAMAP al meer dan 6000 landbouwapparatuur, machines en diensten geleverd met een totale investering van meer dan 1,2 miljoen US dollar ter ondersteuning van 156 kleine en grote projecten in alle 10 districten van het land. Deze investeringen zijn gericht op het versterken van de productiecapaciteit van Suriname voor fruit, groenten, cassave, gember en andere niet-houtige bosproducten. De waarnemend DC van Ikeri, Shirin Bansi Durga, heeft afgelopen zondag namens de president de overhandiging gedaan van een goederenpakket aan 2 moskeeën in Nieuw-Nikeri. Dit in het kader van het project Facilitaire Boost 10 Moskeeën, gefinancierd vanuit het kabinet van de president. Dit project is een gemeenschapsproject geïnitieerd door de Jongerenraad van de VHP en gefinancierd door het kabinet van de president. In alle 10 districten zijn moskeeën in aanmerking gekomen voor deze facilitaire boost en dit project heeft als doel armoedebestrijding. Stichting Kaseko is een samenwerking aangegaan met de Nederlandse stichting Kinki ter versterking van het immaterieel cultureel erfgoed van Suriname. Om deze samenwerking te bekrachtigen is er afgelopen zondag een MOU getekend. De samenwerking heeft als doel de culturele rijkdom van Suriname te bestendigen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het muziekgenre Kaseko, maar wordt er met deze samenwerking een brug geslagen naar het Sranang, dat een belangrijk onderdeel vormt van de Kaseko-muziek.